zo koud. Ja. Ben je er klaar mee? Gezere hielen heb ik, maar echt tering. Waarom mee? Waarom mee? Wat chill! Schat jij jezelf in als een goede bedpartner? Oeh. Kan je me op 1 minuut achterkomen? Oh. Just let me ride. Hey. Fuck you back to sleep, girl. Yeah. Don't say you work, girl. No, don't you talk. Baby. Guys, welkom bij een nieuwe aflevering van Love at First Lie. Hopelijk zijn deze dames een beetje real met je, want we hebben hier namelijk Jay. Woehoe! Hey, that's me. Jay, ik denk dat veel mensen wel weten wie je bent, maar alsnog, vertel me wat meer over jezelf. Ik ben Jay, ik ben 20 jaar, ik hou van zingen, ik hou van eten. Ja, eigenlijk is That's about it. Ja, snap je? Hé, hey, maar je hebt natuurlijk in de band Be Brave gezeten en dan kan ik me voorstellen dat meisjes natuurlijk achter je aan kruipen, rennen, weet ik veel wat. Alsnog sta je hier. Nou, het gaat eigenlijk, ik ben de laatste tijd heel erg bezig met mezelf. Ja. Het is allerbelangrijkst. Ja, sowieso. Dus ik dacht, ja, dit is weer een mooie opportunity om even terug in de game te komen, inderdaad. En wat zoek je dan in een meisje? Ik moet gewoon met iemand kunnen viben, eigenlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is gewoon belangrijk. Nou, we gaan even de vibes voelen van deze dames achter het bord. En we gaan beginnen bij dame nummer 1. Hoi, ik ben Meerte. Ik ben 20 jaar. Ik kom uit Haarlem. Ik doe modellenwerk, hosteswerk en ik ben danseres. En ik heb vernomen dat je van Latina's houdt. Ik ben geen Latina, maar ik heb wel een Latina kont. Oh, shit. Zo, en ik kan het beamen. Hey. Is het spontaan of is het ingestudeerd? Spontaan. Sizzling. All right. Vrouw nummer 2, vertel wat meer over jezelf. Hallo, ik ben Anna. Ik ben 18 jaar en ik werk in een koffietentje. En ik heb ook gehoord dat je van Latina's houdt. En mijn overgrootopa was sowieso ook een Latina. Ben je nou wel of niet een Latina? Nee. Oké. Okay. Maakt niet uit. Goed om te weten. In ieder geval dame nummer 3. Nou, ik ben Julia. Ik ben 17 jaar. Ik doe een studie schoonheidsspecialist. En ik heb natuurlijk ook gehoord dat je van Latina's houdt. Maar heb jij ooit Liberiaans geproefd? Nee. Het is tijd dat jij Liberiaans gaat proeven. Ja, ik sta wel open voor alles eigenlijk hoor. Dus don't be worried. Maar Liberiaans, mag je verloren? Oh. Dame nummer 4, vertel wat meer over jezelf. Mijn naam is Mara, ik ben 21 jaar. Ik ben volbloed Braziliaans. Oh my god, ik heb de opleiding paardenhouderij gestudeerd. Die heb ik vorig jaar afgerond. En nu doe ik een opleiding tot hondentrimmen. Nice. Heb je een hond? Nee, ik ben allergisch voor honden. Neem een hond. Oh. Maar mijn hond verhaart niet, dus dat komt wel goed. Ja, oké. Okay, dan. Zo, zij is binnen. Goed. Zij is binnen. Top. Hé, hey, ik denk dat het gewoon tijd is om door te gaan naar nummer 1. Yeah, let's go. Let's get it. Jay, als jij gaat daten, waar ben je dan echt benieuwd naar bij mij? Ik denk dat ik weer terug ga komen op gewoon viben. Dat ik met iemand kan viben. Nou ja, er staat nu natuurlijk nog een bord ervoor. Dus qua vibe wordt het misschien een beetje lastig. Mm-hmm. Veel succes. Dankjewel. Nummer 4. Hoe ziet je ideale trouwdag eruit? Op het strand op de Copacabana in Rio de Janeiro. Oeh. Ze weet heel goed wat ze wil. I like that, ja. Is het ook waar? Ja. Nummer 1. Wat zou je doen als ik op onze eerste date per ongeluk een scheet laat? Ja, het kan gebeuren, snap je? Het is menselijk. Ja. Zou je het negeren of zou je zeggen zo? Als ik het echt hoor, dan zou ik misschien een lachertje van maken, zodat hij zich niet heel ongemakkelijk zou voelen. Oké. Okay. Alright. Cool. Nou. Oké. Okay. Eerste leugen vandaag. Gewoon even je gast gewoon niet loslaten als je met haar in de buurt nee, bent. Nee, ga all the way, toch? Zo. Volgende vraag. En nummer 4. Schat jij jezelf in als een goede bedpartner? Kan je me op 1 minuut achterkomen? Oh, I like number 4. Woman! Is het waar? Nummer 2. Heb je veel gênante bedmomenten gehad? Nee, ik heb het alleen maar zeg maar betrapt door mijn schoonouders. Dus je hebt schoonouders? Nee. Gewoon de ouders van die guy toen. Alleen het was echt heel awkward, want het was beneden. Dus ik moest echt ergens heel snel naar een dekentje gaan zoeken. Maar dat is wel weer goed afgelopen? Ja. Is het waar? Nummer 4. Ben je een dominant persoon? Nee, totaal niet. Dus jou houdt er meer van om gedomineerd te worden? Ja, ik ben heel, hoe zou ik het zeggen, preuts. Oké. Okay. Hmm. Oh. Je kwam met die lijn, daar moet je zelf achter komen. Snap je? Ik dacht al. En je sindsdien echt geloven tegen. Wij niks meer van deze houding. Het is toch echt zo. Maar ik vind het juist fijn als de jongen de leiding neemt. Nummer 2. Nee, nummer 1. Maak je veel geluid tijdens de seks? Ja. Dat is een heel snel antwoord. Nummer 3. Doe je mee aan Love at First Lie voor een serieuze toekomst of voor een leuke nacht? Nee, dan wel serieus, serieuze toekomst. Alright. Oh. Hey, jij? Ik? Ja?
Ik zeg altijd, ik ga er blanco in. Dus ik zie wel wat er van komt, toch? Wat een lul verhaal. Weet je wat ik ga doen? Door naar dat jij gaat zeggen, je gaat rechts. Oké. Nee, we gaan het helemaal anders doen. Jay, wat is jou opgevallen aan de antwoorden? Ik heb weinig leugens gezien. Ik zag veel groene lichten. Gaat het lastig worden voor jou om een keuze te maken? Middelmatig. Ik vind het nooit leuk, maar... Snap ik. Wat er dan gaat gebeuren, is de trommel. Dan mag je zeggen wie je weg gaat sturen. Ik ga nummer 3 wegsturen. Oh, nee. Waarom ga je nummer 3 wegsturen? Omdat ik toch net iets te jong vind. Oké, hoe oud was ze? 17, toch? Bijna 18. Ze ziet er niet uit, met 17. Je gaat spijt krijgen. Ja, ik geloof het. Ik heb nu al spijt, denk ik. Maar hey, it is what it is. Ik ga nu aftellen van 3 naar 1. En dan gaat het bord omhoog. 3, 2, 1. Oh, tadaa! Ja. Ja, ja, darling. Wat vind je van je keuze? Ja, het is niet de juiste keuze geweest. Ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Marcel gaat het bij Love at First Eye. Baal je een beetje? Ja, ik vind het echt heel Ik baal eerlijk gezegd ook wel. Maar ik baal er ook van dat je gewoon 17 bent, weet je? Weet je, blijf even hangen. Vinden we gezellig. Hé, hey, een ontzettend groot applaus. En nummer 3. Nou, ik heb super weinig zin om dit uit te leggen, dus ik geef jou deze envelop. En ik wens staan. Je erg veel succes. Dankjewel. Hygiëne, jongens. Anna. Yes. De laatste keer dat je in je broek hebt geplast. Nou, ik denk 3 jaar geleden of zo, toen ik kei dronken was. Denk je. Je weet het niet meer. Ja. Net. Nee, ik kan me echt niet meer herinneren eigenlijk. Seks. Myrthe. Trio met een man of met een vrouw? Met een vrouw. Duidelijk. En jij? Zou je het met een jongen erbij doen? Nee. Alleen 2 vrouwen? Ja. Oké. Secrets. Geheim. Oké, maar dan is deze voor jou. Zou je je laten vastbinden tijdens sexy time? Of ben je meer van... Ja, dat is echt een veel te moeilijk woord, man. Kom maar door. Ik kan ook niet lezen, maar ik ga het gewoon proberen. Oh. Dominatrix. Nee, ik ging helemaal fout. Dominatrix. Dat is een term uit de SM, denk ik. Dus ben je meer onderdanig of meer dominant? Ja, zoals ik net al zei, ik ben best wel preuts, dus ik laat me graag leiden. Zou je haar leiden? Ik zou haar wel leiden. Is dat waar? Ja. Yep. Lichaam. Gaan we weer naar Anna. Wie zorgde er bij jou voor het eerst voor dat je een nat broekje kreeg? Ja, ik denk gewoon mijn eerste guy, denk ik dan. Oké. Zeg maar mijn maagding. Karakter. Myrthe, stel je bent een vriendin, je bent mijn vriendin en ik sla met uitgaan op de kont van een meisje. Hoe reageer je dan? Ja, het ligt eraan, als je gewoon een klap geeft, dan kan ik het wel handelen hoor. Als ik jou was, zou ik me helemaal de kloot inslaan. Het is eerder iets van hoe jij bent, toch, als je dat doet? En jullie komen er wel uit. Is dat waar? Ja. Gaan we door met de allerlaatste vraag, seks. Voor... Wie heeft Mara. Oeh. Welke stand vibrator vind je het lekkerst? Standje aaien of standje drillboor? Oh jee. Ik weet het niet, dan nooit geprobeerd, maar ik sta er misschien wel voor open een keer samen uit te testen. Yes! Jij bent niet preut! Ophouden met die act, ik ben er helemaal klaar mee. Jij bent niet preut, ja, ik ben al een tina. Je bent maar in bed. Wow! We spelen open boek vandaag, mensen. Is dat waar? Ik wens je veel succes met je keuze. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja. Ben je ze een beetje beter, heb je ze een beetje beter leren kennen? Ja, zeker. Wat we nu gaan doen, is dat jij gaat mij... Wow, sorry. Wat we nu gaan doen, is dat jij mij gaat vertellen wie je gaat wegsturen. Kut. Oh, ik was er nog niet voorbereid. Anna, sorry. Yes. Nee, jammer. Ik kan me er echt niet op voorbereiden dat ik al iemand moest wegsturen. Nee, dat snap ik. Het was zo gezellig. Ja. Nee, we hebben het goed gedaan. Yes. Applausje voor Anna! Dames, jullie hebben nu de kans om Jay terug te pakken. Oh. Hebben jullie er zin in? Zeker. Nou, ik ben helemaal ready. Ben jij ready? Ik ben ready. Oké, ja. Laten we gaan. Jij mag beginnen, Mara. Wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Ik denk 2-3 weken terug. Oké. Ja. 4 weken. Was dat met iemand waar je gek op was? Of, ja. Oké, okay. Nou, ik vind het wel leuk dat je er bent. Ja. Wat is voor jou echt een seksblunder? Oh. Een seksblunder? Zo'n meid die keek zo raar. Echt alsof ze gestoken werd met een mes. De love faces waren die... Ja, het was heel awkward. En toen? Ja, nee, ja. Zei je, sorry schat, ik haal hem er even uit. Ik zet even het licht uit. Dit gaan we niet doen zo verder. Nee, ja, nee, ik heb wel het licht uitgezet. Ik vond het echt niet... Echt waar? Echt niet aangenaam, nee. Is het ook waar? Nice. Vind je belangrijk dat als jij een meisje beft, dat zij jou ook pijpt? Nee. Ik ben echt iemand die wil pleasen. Is dat waar? Oh.
Nou, nee, dat is zeker waar. Als iemand iets niet wil, dan wil iemand dat toch niet doen. Hé, want hoe zijn jullie daarin? No go. Geen niet pijpen? Nee. Hoezo niet? Het lijkt me gewoon echt zo super ranzig. Gewoon dat voorvocht in je mond. Nee, ik hoef dat niet. Vind je het dan wel belangrijk dat iemand het wel bij jou doet? Ik vind het niet belangrijk, maar als hij het wil, ja, dan sta ik er wel voor open. Maar dan niet, ja, oké, dan niet. Oké. Wat is de spannendste plek waar je ooit seks hebt gehad? Echt, dat was niet spannend. Auto. Het was wel spannend, maar het is niet per se een hele spannende plek, toch? Is het waar wat wordt gezegd over Asian guys? Zeg maar dat ze een kleine hebben. Weet ik niet, want ik ben ook half Nederlands. Wat bedoel je daarmee te zeggen, Jay? Dat weet je heel goed. Dat je een grote pik hebt. Is het waar? Is er nog meer over? Nee, ik ben er doorheen. Wow! Doorheen. Jay, je leeft nog. Hoe voel je het gaan? Ik had echt een hele harde payback verwacht eigenlijk. Dus als jullie nou nog even een hele heftige vraag kunnen bedenken met z'n tweeën. Ik ben altijd wel benieuwd hoeveel bedpartners iemand heeft gehad. Oh yeah! Jay, hoeveel bedpartners heb jij gehad? Ik weet niet precies, maar ik kan het sowieso op 200 tellen. Ah, het is wel eerlijk. Je hebt het supergoed gedaan. Het wordt voor jou nu tijd om een keuze te gaan maken. Moet ik echt een keuze maken? Ja, wij gaan door naar de ontknoping. Jay, we zijn aan het eind gekomen van Love at First Light. Je hebt deze dames best wel goed leren kennen, denk ik. Ben jij klaar om een keuze te maken? Eerlijk gezegd niet. Nou, ik ga je een beetje helpen. Wat vind je namelijk leuk aan Mirta? Nou, wat ik gewoon sowieso leuk vind aan allebei, dat ze gewoon lekker eerlijk zijn geweest. Ik heb heel snel het gevoel bij iemand dat iemand heel awkward is. En dat heb ik bij deze mensen niet gehad. Oké. Okay. Totaal niet zelfs. Dus je vindt het moeilijk? Ik vind het heel moeilijk. Je moet het me alsnog gaan vertellen. Alright. Er is een trommel in het spel. Jay, voor wie ga je kiezen? Je gaat kiezen voor? Ik kies voor Mara. Applaus! Darling, kom bij mij! Oh. Dit is dan wel weer heel awkward, maar dat maakt niet uit! Yes! Ik vond het heel erg spannend om mee te doen, maar ook echt heel erg leuk. En hopelijk komt er een date. Ik kijk er erg naar uit. En ik wil hem graag beter leren kennen. Ik wil het graag een kans geven. Het is toch wel heel spannend geworden, maar ik ben zeker blij met mijn keuze. Ja, we gaan een leuke date doen, hoop ik. Ik hoop dat het leuk wordt en ik weet het wel zeker eigenlijk. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ontzettend bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Love at First Light. One night stand of niet, we hebben een match vandaag. Deze mooie dame Meerte, echt als je haar mooi vindt, zet het even in de comments. Want ze mag niet vergeten worden. Als je mij in de leugendetector wil zien, kijk dan elke zondag naar Sophie's Secret Sunday op het Instagram kanaal van Cold Straight Velvet. En voor de rest vind ik het hartstikke mooi geweest. Hartelijke groeten, tot ziens.